Heb je iemand zo zenuwachtig zien Minecraft zien spelen? Volgens oh, volgens mij niet. Oh, oh, oh. Hallo mensen, welkom bij Minecraft 1.17 Hardcore Survival, waarin wij in de hele hete Nether zitten. Ik heb geen zin om dood te gaan <laughs> en ik ben wel echt reet bang om hier iets te gaan doen in deze in deze kasteel. Dus we gaan eventjes eerst even checken of alles safe is, maar ja, eigenlijk hadden we al best wel goed gecheckt dat alles safe is. En ik wil eigenlijk ook niet naar huis. Zonder een, uh, een, 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 wat is het ook alweer? Blazerots. Dat was het. Zonder blazerots gaan we niet naar huis vandaag. Ik ben ook eventjes kwijt op welke plek ik nou mijn toortjes zou plaatsen. Maar hey, ik zie daar wel iets goeds. En volgens mij zien we nog geen blazes. Oké, okay. we moeten er wel even voor uitkijken. Ook zorgen dat dit, dit, dit allemaal vrij is. Vooral van Wither Skeletons. En er zijn, is echt vet veel Netherwart. Dat is niet normaal, joh. We moeten wel een beetje selectief gaan worden met wat we gaan meenemen. Maar voor nu kunnen we wel heel eventjes snel... Wat uh, dingetjes craften. Hoppatee, kijk. Nou, dit wordt echt helemaal goed. We moeten wel even. Uh, ga weg. Dit en dit. We hebben de ruimte nodig voor de, blaze powder, voor de blaze rots. Misschien ook iets te veel pickaxes gemaakt. Maar dat maakt niet uit. Oké. Okay. We moeten wel eventjes goed de weg onthouden. Dus laten we dit pad wel eventjes heel duidelijk maken. Ik heb ook coördinaten opgeschreven. Dus het zou niet echt een probleem moeten zijn. Maar goed, je weet maar nooit. Eeeeeeee. Hey. Oh, en ne ja, Nether ik bedoel, het is niet zo bijzonder, want we hadden het letterlijk net al gevonden. Maar de Diamond is nice. Kunnen we eindelijk onze Enchantment Table maken zonder een. Uh, wat was het ook weer, onze eerste Diamond te verspillen? Ik moet zeggen, ik, het zit niet zo lekker met de woorden vandaag. Ik kom heel moeilijk uit mijn woorden. En ook met de juiste redenen. Want ik, ten eerste, ik ben zenuwachtig voor deze opname. Want ik bedoel, ik wil gewoon niet dood. Ik wil gewoon echt niet dood. Ik heb 14 Potatoes. Als het moet, als het nodig is, gaan we gewoon terug. We hebben golden apples, mocht het echt heel slecht gaan. Maar ik neem aan dat we hem met een schild nog wel eventjes redden. Dus, uh, ja, ik weet niet. Ik ben gewoon heel erg gespannen. En daarnaast, het is ook de eerste opname van de dag. Dus dan ben ik ook altijd ietsjes meer uh, gestrest. En aan het struikelen over mijn woorden. Waarom val jij mij aan? Ik, na ik nam alleen maar iron mee. Wat is dit? Gozer. Wa Oké, okay, wacht maar. Die andere valt me nu niet aan, toch? Nee. Volgens mij is het een 1v1 op dit moment. Nee, nice. Kijk eens aan. Sticker ook in. Als je me aan gaat vallen, daar hebben we geen zin in. Oké, okay, meer nether wart. Nice. <laughs> Volgens mij nam ik oprechte gold niet mee. Maar oké, okay, dat kon hij alsnog niet waarderen. Volgens mij... Is dat een plekje voor playspanners? Of hadden we dat al eerder gespot? Nu ben ik het een beetje kwijt. Want ik heb niet, zeg maar, op dezelfde dag verder opgenomen. Ja, ik ben wel echt bang als ik nu deze gold... Ah, oh, hij valt me niet aan. Oké, okay, weet je, prima. Daar kan ik mee leven. Is er daar verder dan nog een stuk nether fortress? Ja, zeker. Maar wat zit daar dan allemaal? Want ik bedoel, dit is allemaal open. Het pittig donker ook. Daar hebben we ook niet heel veel aan. Uh, ho! Hey, Widder Tony. What's up? How you doing? Huh? Niet, niet dichterbij komen. Yes, bedankt. Allee, die geven natuurlijk corn and bones. Maar we willen natuurlijk ook wel die skull hebben uiteindelijk. Oep, oep. There you go. Geen skull, helaas. En ik zie ook niet in de verte nog zo'n uh, spanplekje. Dus dat is ook wel te droevig eigenlijk. Maar de, de, volgens mij is het best wel een groot fortress. Dus ik denk dat we het wel gaan vinden. Moet alleen gewoon even goed labelen waar we langs zijn geweest. Oké, okay, well, Dit loopt dood. Nice. <laughs> is dat wat ik denk dat het is? Is dat een blaze plekje volgens mij? Ja, ja, dat is een blaze plekje. Oké, okay, cool. Uh, hoe gaan we daar komen? Dat is dan de vraag. Ik bedoel, we kunnen hier letterlijk naar beneden minen. Het is wel heel erg in het open hè. Dus als we nu zeg maar. nu direct naar beneden minen. dan kunnen ze ons al schieten vanaf long range. Um, hmm, liever niet dat ze me gaan beschieten Dus we gaan even een alternatieve weg zoeken denk ik Zoals bijvoorbeeld hier Kunnen wij gewoon letterlijk een pad maken naar buiten En dan kunnen we vanaf hier gaan minen naar beneden En dan hebben we een veilige route Buiten de fire range van hun En dan gaan we als het goed is niet dood Oké, okay, ik ben zo nerveus hè Ook omdat mijn schild gewoon half AP is uh, Dus eigenlijk wat ik dan wil doen Is even heel snel een crafting tabletje hier neerzetten en dan maken we een tweede shield. Kijk eens, wat slim. En waarschijnlijk willen we dit ook met de Iron Axe doen. Uh, kunnen we hem zo inbouwen? Hij is al best wel ingebouwd. Oh, dat is nice. Ho, 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 ho. Huh, 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 huh. Oh, dat zijn er echt heel veel al. Oké. Okay. Uh, misschien willen we een soort van blokkade hebben. Dat is wel altijd fijn om te hebben. Dan kunnen ze er niet, in ieder geval niet uit. Of in ieder geval moeilijker. Oké, okay. ze gaan schieten. Ik ben zo nerveus, hè? Dat is echt niet normaal. <laughs> ik ben echt heel erg nerveus. Kunnen ze er hier langs? Ja, ze kunnen er hier langs. Laten we dit dan ook eventjes afsluiten. Voor het geval dat. Oké. Okay. En dan hebben ze pittig in een hockey hier. Oké. Okay. Relax, Duncan. Relax. Je hebt letterlijk. Ik heb fire protection op mijn fucking armor. Waarom ben ik aan het stressen? Voor wie ben ik aan het stressen hier? Oh. Woe. Oké. Okay. Dan let op het eten, Duncan. Relax. Denk aan de patronen. Denk aan de fire patterns. Oké. Okay. Nice. Nice. Kijk eens. Dat was geen blazerod die die dropte. Oh man, is het warm hier? Oké. Okay. Relax, relax. Oh. Oké. Okay. Ik heb geen inventory space. Serieus? Uh, oké. Okay. Nether Quartz, kom maar even weg. Fix hem even. Oh, ik heb een blazerot! Oh mijn god. Oké. Okay. En chill. Oké, right, we, we got this. We got this, dude. Gewoon easy fix. Kijk eens. En nu dat we ze één keer hebben gekleerd, wordt het ook makkelijker om dit vervolgens te gaan doen. Dat is het fijne hieraan. Neem we gewoon even een kleine pauze. Laat ze even nieuwe spannen. Zoals dat. En dan kunnen we hem neerslaan voordat hij überhaupt al weg is. En we hebben er al vier. Dat is al mooi meegenomen. Neem die Netherbricks nemen we even niet mee. Kijk, dit is de goede shit. Dit is de manier hoe we het gaan farmen. Veilig en wel. Alleen de eerste stap was even eng. En ik ben er gewoon echt heel erg zeker van. Maar dat weet je inmiddels. Ook wel relaxed dat er eigenlijk blazes hier buiten zitten. Zodat er waarschijnlijk elke keer maar één spant. En dan kan ik die rustig afslachten. Dus dan kan ik gewoon letterlijk super safe spelen. Of we spannen twee. Oh, ho. Ho, ho, ho. Oké, okay, ik red het nog wel. Geen stress. Oké, okay, gewoon eten en chillen. Woe. Nice. Oké, okay, we staan een beetje in de fik, maar niet uit. Hebben we ook. We hebben nu zes rods. Ik zit even na te denken hoeveel we er mee willen nemen. Want je hebt er minimaal zes nodig. Voor, uh, ja, überhaupt om uh, naar de endportal in te komen. We willen wat extra's, gewoon voor de zekerheid. Stel, we moeten heel ver reizen, want we zijn nog niet zo heel gelukkig hier geweest. En daarnaast willen we ook gewoon genoeg brewing stands kunnen maken zonder hier terug te komen. Uiteindelijk denk ik wel dat we hier een keer terug gaan komen om gewoon even wat simpeler te farmen. Maar laten we nu in ieder geval zoveel mogelijk meenemen zoals we kunnen. We moeten alleen wel rekening houden dat we dus ook eten nodig hebben voor onderweg terug. Dat wordt wel een probleem. Nice. Oké, okay, we hebben er acht. Negen nu. Oké, okay. dus we hebben sowieso al meer dan genoeg dus om naar de portal te komen. Uh, en we hebben nu eigenlijk ook wel over voor in ieder geval één potion. Of uh, brewing stand was het. Auw, dat deed toch wel pijn. Uh, ik denk dat ik tot 11 wil gaan. En dan is het wel goed, denk ik. Ik denk dat we dan ruim voldoende hebben. Is dat hem? Yes, we got 11. Nice. Oké, okay, dan maken we dit eventjes een beetje dicht. En then we in, man. Ik hoef hier voorlopig nog eventjes niet terug te komen. Nu ben ik alleen bang voor één ding. Dat is potentiële wither skeletons op de weg terug. Maar aan de andere kant maak ik me ook niet enorm veel zorgen daarover. Want ik bedoel, ik weet wel dat ik ze kan bieden. Ik kan ze desnoods outrunnen. Dus het is niet de, het grootste probleem. Maar goed. Weet je, je moet altijd een beetje voorbereid zijn op het ergste. Ik neem ook aan dat we richting het einde wat gas gaan tegenkomen, et cetera. Oké, oh, okay. wacht even. Waar kwam ik nou vandaan? Oh, daar. Oké. kom een random blaze tegen. Ik heb al paniek. Oké, okay, we good, we good. Dit is de weg naar buiten. Nice. Ik heb gelukkig dus alle coördinaten genoteerd die nodig zijn voor mij om thuis te komen. Nou heb ik dus, uh, nu ben ik in een andere richting opeens gaan reizen. En nu heb ik dus ge genoteerd waar ik ongeveer vandaan kwam. Ik heb ook wel paadjes gemaakt, zoals je hier ziet. Dit trappetje komt natuurlijk niet uit het niks. Maar bijvoorbeeld, oh, waar kom je nu dan vandaan? Ja, geen idee. Dat weet ik dus niet. Volgens mij hier als ik het goed heb. Ja, maar dat soort dingetjes, stel je weet even niet meer helemaal exact wat je hebt gelopen. Ik heb natuurlijk het voordeel dat ik een opname terug kan kijken, maar aan de andere kant heb ik dus ook nog dat ik dus coördinaten heb van waar ik bochten heb gemaakt et cetera. Want hier kom ik dus ook niet vandaan en dan kan ik gewoon even spieken van oh, wacht, zit ik al op de goede Z-coördinaat? Nee. Oh, daar heb ik langs gelopen. <laughs> maar wacht, dan, dan liep ik daar dus wel goed eigenlijk. Oh shit. Uh, ga jij me niet aanvallen? Nee, volgens mij niet, hè. Oké, okay. en ze vallen je ook niet zomaar aan, toch, hoop ik? Goed, dan ga ik gewoon veilig een bruggetje bouwen, denk ik. Zo, ik ben totaal niet bang, hoor. Oh. There you go, fall damage reduction. En dan hadden we hier ergens een trap, juist. En had ik hier dan een tunnel of iets? Kom wel, hier ergens vandaan. Volgens mij heb ik dit, ja, hier heb ik een heel stuk of getunneld of over land gelopen. En dit is het meest tricky gedeelte om dus terug te gaan lopen, maar goed. We hebben wat eten. We hebben dus noods, golden apples. Mocht het echt heel erg zwaar gaan worden. Maar ik denk dat ik die voor het einde wil bewaren. Want we hebben aan het einde dus zo'n open soul sand stuk. Dus daar denk ik dat ik wel echt mijn eten nodig ga hebben. Voor nu ga ik gewoon zoveel mogelijk gebruiken. Kijk, mijn eigen gebouwde bruggetjes. Dat voelt al een stuk prettiger en bekender. Ho, oh, oh, ho, oh, ho. Nee, niet schieten. Stop met schieten, scatterton ons. Ik hoef niks van jullie. Oh, ik heb geen. Staan we er meer? Oh, oké. Okay. Nou, well, we hebben het gehaald tot de volgende biome. Oh, oh, oh. Shit. Nee, 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 Oh, dit is een jump of niet? Nee, dit is. Oké, okay, dat valt wel mee. Oké, okay, hij zit nog steeds achter me aan. Oh, oké, okay, Big Piggy Man. Rustig, rustig. Oké, okay? ik heb je niks aangedaan. Jij gaat mee. Oh, hij is nog steeds boos. Hij is nog steeds boos. Hoe dan? Bro, chill. Oké, okay, hier friendly nou. Hier friendly he friendly booboo. Oké. Okay. Volgens mij kwam ik daar vandaan, maar ik weet het dus niet meer zeker. En als iets niet zeker is, voel ik me er niet prettig bij en wil ik ook eigenlijk geen actie ondernemen. Dus uh, laten we gewoon even de veilige route pakken en hier omhoog gaan. Want ik zag net ook al in de rooie baan hier verder links dat er ook alweer zo'n uh, grote beest zat. En ik moet ook wel een beetje letten dat ik genoeg stamina heb om die beesten te outrunnen. Maar volgens mij moet ik die kant op. Ik krijg het echt met de seconde heter ook. Dat is echt niet normaal. Twee druipt van mijn voorhoofd. Oh, dat wacht even. Ja, oh. Hé, hey, dit is die Bastion random die ik eerder vond in de vorige aflevering. Oh my god. Hé, hey, daar ben ik langs geweest. Maar dat betekent dus dat ik nu veel te hoog zit eigenlijk. En hoe kom ik nu naar beneden? Niet. Of ik kan zeg maar daarheen bouwen. En dan op die boom springen. En dan naar beneden minen. Dat kan. Yo, it's big brain time? Oh, ik wilde eigenlijk daarboven langs lopen. Maar daar zit dat beest. Oh. <guss> Oh nee, maar dan moet ik een brug gaan bouwen en dan ben ik weer bang dat ik gesniped ga worden door iets. Oké, okay, fuck it. Weet je wat? We gaan het gewoon riskeren. Ik moet uiteindelijk toch wel ergens een keer risico gaan nemen. Oh nee. Oh nee. Die gas daar. Die gas daar, die laat me een beetje die maakt me een beetje eng. Oh. Oh, oh. oh nee. Oh nee. Ik zag ik zag wat jullie oh. Ik weet niet of je dat kon zien op camera, maar Is er zat zo'n Hoklin gozer. Niet chill. Ik word nu al bang. Ik ben nu helemaal bang. Oké. Okay. Hij heeft ons niet gezien, denk ik. Dus wat ik wil gaan doen, is mezelf echt compleet safe maken. En dan jump. Yeah. Oké. Okay. En dan snel naar beneden minen. Oké. Okay. Wee oui, Gucci, dude. Wee oui, Gucci. <laughs> Man, wat ben ik een badje. Gaan we hier rustig naar beneden hakken. Die gaat even dood. Yes. Yeah, secure. Secure. Nice. Oké. Okay, en nu kunnen we weer rustig verder. Met ons oude pad. Ja, hoor. We hebben het gewoon weer teruggevonden. Ik heb alleen nog maar één potato en twee golden apples. Dus dit wordt echt een probleem. Maar wat we kunnen doen. Kijk, we hebben. We hebben allerlei verschillende paddenstoelen. We kunnen mushroom stews maken. Fuck the sticks. Hell no. Die hebben we niet nodig. We hebben alleen maar twee bruine paddenstoelen. Maar dat zou niet een enorm probleem moeten zijn. Oh. Yes. En dan. Bol met deze en deze is mushroom stew. Uh, ja, spijtig genoeg hebben we niet meer inventory space. Dus we gaan eventjes iets opofferen. Alhoewel, we kunnen gewoon eentje eten. En dan doen we die bol weg. Ik denk dat dat wel oké okay is. Oké, okay, let's move on. Uh, ik wil dus eigenlijk die kist niet meenemen. Gewoon puur om de reden dat ik bang ben dat de beesten achter me aan gaan komen. Maar die twee dubbele gold blocks, jongen. Oeh. Blablabla. Ik loop iets mis. Nog 500 blokken. En dan hebben we een soort van veilige tunnel. Oh, man. Oké. Okay. Relax, dude. Relax, gast. Gast, relax. Ik zeg toch relax. Oké. Oké, jij bent niet om neer te gaan. Oh, hij is niet dood. Oh, ik had moeten full en Nu ben ik twee pijlen kwijt. Ik wil deze Enderman trouwens heel graag killen. Weet je wat? Ik ga het ook gewoon doen. Fuck it. Wat heb ik te verliezen? Gewoon even mezelf veilig inbouwen. Dat is het enige wat je hoeft te doen. En dan maak je ze boos. Look at me. Yes, nice. Oké, okay, goed. Dit werkt. Ik, uh, ik had deze tip gekregen uit de comments en ik vond hem echt heel goed. Want die pearls die hebben hem natuurlijk nodig. Krijgen we er alleen geen? Dat is een probleem. Maar misschien van hem wel. Hop, 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 hop. En hop, Kom maar, serieus. Bro. Ik, ik sla jullie allemaal heel erg hard. En jullie worden telkens boos. Maar jullie gunnen me geen enderpearl. Dat vind ik toch wel weer tragisch. Oh. Hij kreeg geen damage op me. Oh nee. Dat is niet goed. Uh, Oké, okay, misschien dat we het dan toch even willen doen later. Ik heb echt het idee. Kijk, stel ik ga neer. En die kans is er. Laten we, laten we eerlijk zijn. De kans is dat ik neer ga deze aflevering. En dan ga ik zoveel spijt krijgen dat ik bijvoorbeeld die enderman heb gefarmd. Want als die ene potato. Als ik die had bewaard. Dan konden we het misschien gewoon doen. Weet je wel, op die manier. Ik ben nu maar gewoon een beetje aan het tunnelen. En ik bedacht me ook van, weet je wat? Het kost me misschien al mijn pickaxes. Maar ik heb nog één volle pickaxe hier bij me. En ik heb genoeg iron om nog twee A3 pickaxes te maken. Wellicht als ik niet, zeg maar, die, die iron aan iets anders wil uitbesteden. Dus ik denk dat we het echt wel redden. Want we moeten naar de min 560 ongeveer op de X-as. En daar gaan we nu echt wel komen op dit tempo. Vooral met de durability die we nog beschikbaar hebben. Oh, hé, hey, dat was toevallig. Oeh, dit is niet echt een hele relaxe plek om dit te eindigen. Uh, we moeten nog wel heel wat blokken. En op, op zich, ik zit op de juiste zetas. Dus ik ben een beetje verbaasd dat we echt nu in een soort middle of nowhere zitten. Terwijl ik echt zoiets heb van: oh, maar we zijn best wel dichtbij bij waar we moeten zijn. Heb je iemand zo zenuwachtig in Minecraft zien spelen? Volgens. Oh, volgens mij niet. Oh, oh. Ho, oh, oh, ho, stop. 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 Stop met waar je mee bezig bent. Help. Ho, oh, waar zit jij? Gozer. Chill the fuck. out. Oké. Okay. Ik heb hem. Oké, okay, we moeten eigenlijk even naar beneden. Gaan we wel maximale fall damage reduction doen, hè? Dat is wel de truc hier. Uh, ik denk dat we dan naar dat blok willen. Want die is eentje hoger. En dan proberen we twee blokjes omhoog te bouwen heel snel. En los. Fall damage reduction, dames en heren. Oké, okay, die moeten we wel even zeker gaan bijhielen. En we moeten dan ook even ons oog open gaan houden voor mushrooms. Maar dan de bruine. De rode, die, die boeien eigenlijk niet meer zo. De bruine! Oh, wat goed. Dat we die nog zouden vinden, geen idee. Oké, okay, uh, shit. Kan ik mushroom stew maken? Yes. Oké, okay, goed, Goed. Nog meer mushroom steel. Nice. Oh, we zijn bij de tunnel. We zijn, als het goed is, bij de tunnel. Qua coördinaten zou dit helemaal moeten kloppen. Oh, juist, dat is de, dat tunneltje daar. Kijk eens wat goed. Oké, okay. hey, gast, weet je wat? Stik erin. Ik ga hier gewoon in. Um, hier was ergens mijn tunnel. En met hier ergens bedoel ik hier. Oh, whoops. Oké. Okay. We good, we good. Als het goed is, is deze tunnel helemaal tot aan de biome. De kleine omgeving waar mijn huis of mijn portal zit. En dan moeten we eigenlijk alleen nog maar eventjes wat rennen voor wat skeletons en potentiële gasten. Wellicht een enderman. Wilt het echt heel erg escaleren. En dan zijn we thuis. Maar we hebben nu die uh, mushroom stews. Dus ja. Ik bedoel, ik denk dat we dat wel echt gaan redden. Oh mijn god. Dat we dit hebben gedaan. Ik ben oprecht onder de indruk van mezelf. En misschien dat jij dit gewoon op je duimpje doet. Het spijt me. Niet iedereen is zo goed als jij. <laughs> het is wel echt een ellendig lange tunnel waar we nu uh, op uitkomen. Het ziet er misschien leuk uit. Een beetje omhoog, een beetje omlaag. Maar uiteindelijk heb je van die enorm lange stukken. Alhoewel, nee, dit is het al. Oeh. Oké, okay, we hier. Um, wil ik vooraf eten? Ik denk dat één keer eten eigenlijk wel voldoende is. We hebben geen pikketje direct paraat. Laten we dit zo doen. Dan kunnen we snel bouwen. Uh, dat is wel een chillen. Volgens mij hoor ik een skeleton hier heel dichtbij. Die is denk ik veel hoger dan ik nu. Dus dan kunnen we nu wel gewoon zo. rennen naar huis. Oh, als het goed is. Is daar ons huis. Yeah, let's go. We did it. Nice. Oké. Okay. Als het goed is zolang we blijven bunnyhoppen kunnen we ook zomaar de pijlen ontwijken. Ik dacht heel veel dat dat een wither skeleton School was. Oh mijn god. Nice, dude. Nice, dude. We zijn gewoon thuis. Maar we moeten nu nog wel eventjes heel erg ons best gaan doen. Ho. Oh, oh. Geen creepers. Oké, okay, geen creepers, dat is fijn. Yo, villagers, you still alive? Oh, <laughs> tuurlijk, tuurlijk. Waarom zouden jullie ook niet nog steeds in het kippenhok zitten? Josh, is alles goed, jongen? Ja, Josh is helemaal goed. Nice. Ik, heb te, ik ben trouwens vergeten te checken of de Axolotl, die blauwe die ik had gevangen, deze bucket of Axolotl. Um, ik had sowieso wel comments gekregen dat ik de naam kon veranderen in een veel. Dus laten we dat even kijken. Hoe noemen we deze gozer? Bernhard. Oh, mijn god, het werkt. Bernhard. There you go. Maar nu hebben we een bucket of axolotl die Bernhard heet. En niet de axolotl zelf. Op thee. Werkt het? Oh mijn god, het werkt! Wauw, oké. Okay. Axolotl's uh, rename is dus gewoon letterlijk gratis. Maar wat ik dus ook uh, niet had meegekregen, maar dus heb geleerd, is dat je axolotls dus kan temmen. Ik wist namelijk niet hoe dat ik moest, maar dat kan dus met. Tropical Fish. Dat was hem. Uh, wat we even willen doen, even één blaze powdertje fixen. We hadden namelijk blaze powder sowieso nodig. Uh, en dan moeten we er sowieso even acht eventjes toewijzen hier aan. Dan maken we denk ik eventjes één uh, brewing stand. Wat is de recipe daarvoor? Cobblestone. Oh, serieus? Ik dacht dat het met normale steen ging. Als ik het uit mijn hoofd moest doen. Maar gelukkig met cobblestone. Nice. Brewing stand. Hoppatee. Die kunnen we dan heel mooi hier neerzetten. Ik denk dat dat wel heel leuk staat. En dan kunnen we onze eerste potion al gaan brewen, denk ik. Ja, we hebben Nether wart. We hebben alleen. Oh, we hebben vier Soul sand. Dat is niet zoveel. Maar we kunnen dit wel alvast een beetje gaan farmen. Dat is op zich geen probleem. Wisten jullie trouwens dat er een update was in Minecraft? Waarbij Soul Sand uh, geen Nether wart kon laten groeien in de overworld? Dus je moest zeg maar in de Nether moest je farms maken. Ik weet niet in welke update dat is veranderd. Maar ik weet wel dat het eerst niet kon. En dat ik heel blij was dat het nu wel kon. We hebben eigenlijk maar één rod over. Dus we hebben. Oh. 18. Wacht, is, 18 is ruim voldoende. Je hebt er maar 12 nodig. Nou goed, maakt niet uit. We hebben dit uh, voor nu eventjes niet nodig. Wat we willen doen is sowieso even die fire resistance potions gaan fixen. Ik weet niet of we andere potions willen gaan fixen. Waarschijnlijk slow falling. Voor het echte noodgeval dat er iets misgaat bij de ender dragon. Maar ik denk dat dat wel heel erg ver nog is. Ik ben wel eigenlijk gewoon heel satisfied met wat we gedaan hebben nu. Oh, we kunnen wel even een enchantment table fixen. Dat is wel leuk. Want we hebben nu twee diamonds. Oh, we hebben een saddle. Ik, wist, ik was even vergeten dat we een saddle hadden. Dus eigenlijk wat ik had kunnen doen. Oh, dat maakt het nog zoveel makkelijker. Is dus zo'n strider temmen. Want dan hoefden we alleen nog maar die. Uh, de, wat is het? Warped fungus on a stick of zo te hebben. Oh man, dat was zoveel beter geweest. Nou ja, maakt er niet zo heel veel uit. Ik neem even mijn bucket of water mee. Wow, dit groeit snel. Niet normaal. Gaan we eventjes een paar obsidiëntjes fixen. En als het goed is, hebben we al paper genoeg voor andere dingetjes. Maar um, ja, enchantment table komt eraan. Ik wil wel even gewoon beginner level enchant's nu hebben. Dat lijkt me wel fijn om te hebben. Oh, dan kunnen we gelijk deze Lapazazooie meenemen. <laughs> dat lag daar ook maar gewoon. Groet, lavamakkers. Ik kom eventjes wat obsidian ophalen. Wat natuurlijk weer super lang duurt. Maar ik heb nu wel gedeeld. Ik heb zo erg geknepen in het proces van <laughs> de, de Blazerots farmen. Dat ik me wel nu echt een stuk meer relaxed voel. En ik heb het ook het idee dat dat gewoon het engste gedeelte was van de game. Omdat ik gewoon nog zo undergeared ben. Ik heb best wel wat risico genomen door met 2000. Uh, blokken door de netten te reizen met niet de beste gear en limited food resources, dat soort dingen. Wat wel heel slim was, denk ik, is om de armor mee, of uh, de, de, wat was het? Iron mee te nemen zodat we extra armor konden maken en tools. Ik denk dat dat wel een big brain play was. Maar man, ik voel me nu zo opgelucht. Oké, okay, 4 obsidian in de pocket. Ik zat ook nog na te denken om misschien wat meer te hakken voor bijvoorbeeld een ender chest. Alleen. Uh, nou trouwens, laten we dat gewoon doen. Waarom niet? Als we een Eye of Ender over hebben na onze zoektocht naar de End, dan kunnen we daar makkelijk uh, wel even wat extra's voor fixen. Oh, dan moet ik nog langer mijnen. Zo. Hoppa. Oké, okay, we kunnen een boek maken. En dan kunnen we een uh, Enchantment Table maken. Heel goed. En we hadden natuurlijk zo'n librarian hier in het dorp. Dus laten we die even beroven van zijn boekenkasten. Ik geloof dat dat hierboven was. Nee. Oh, wel emeralds en potatoes en pumpkin seeds. Dat is niet zo oké. Okay. Uh, wacht, waar was het dan? Was het deze? Ah, oh, dat was deze, hè? Oh ja, hij heeft ook al zo'n lekkertje. Maar dit is top. Gewoon gratis bookshelves. En ik weet, ik weet, ik, ik hoor je al denken: oh nee, nu zijn, moet je ze weer remaken. I know. Het is spijtig, hè? Boekshelf. Hoppatee, en dat is er al, dat zijn er al zes joh, niet normaal, maar waar ga ik dat gebruiken, Oh ja Dan moeten we dit een beetje in het open gaan neerzetten Voel ik me niet <laughs> mega comfortabel bij eigenlijk, om dit zomaar in het open te doen Maar ik heb ook zoiets van, ja weet je, wat, wat moet dat moet uh, Laat het voor nu maar eventjes toe dan En dan wil ik hem eventjes een beetje in de grond houden, zodat we wel overzicht kunnen bewaren want stel, er loopt een monster hier langs. Dan kunnen we in ieder geval nog wel gewoon zien waar die loopt. Even kijken. Welk level enchant kunnen we nu fixen? Level 12. Dat is niet slecht. Uh, laten we even kijken wat, wat we ons op, op onze Iron Helmet kunnen krijgen. Unbreaking 2. Aqua Affinity is nice. Weet je wat? Waarom ook niet? Laten we die doen: Aqua Affinity, Unbreaking en Protection. Beter. Voel ik me alweer een tikje veiliger. Laten we dat ook eventjes checken op de Boots: Blast Protection, Unbreaking. Voel ik nog niet helemaal. Uh, pickaxe, efficiency 2. Waarom ook niet? Kijk, een beetje levels verspillen vind ik op zich niet heel erg erg. Want ik bedoel, ik zit in een solo single-player wereld. Um, er, er is genoeg quartz in de in nether voor mij om te minen. Dus ik zit dan echt niet een beetje te piekeren over, over dat soort kleine dingetjes. Ik wilde stiekem ook wel eigenlijk de enchantment table in mijn huis hebben. Maar ik heb er nu al geen ruimte meer voor. Ik weet niet eens waar ik deze lectern. Hier, neem een lectern en nu staat het al eigenlijk helemaal vol. Goed, dit was al heel erg nice. Ik denk dat we een hele succesvolle missie hebben gedaan in deze aflevering. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. We kunnen. Bij wijze van spreken, in de volgende aflevering naar de end. Maar niet helemaal zeker, want we moeten dus nog wel Enderman farmen. Gaan we niet nu doen, want ik moet eventjes wat farmen. En gewoon zorgen dat ik veilig ben voor Enderman. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Abonneer voor meer Minecraft. Ik zie jullie hopelijk bij de volgende video. En tot de volgende keer. Peace out.